Hey, leuk dat je mee gaat doen met deze Kickstart of the Day. Het is een fijne les waar veel draaiingen, twisten en stretchhoudingen in voorkomen. Kom op je matje alvast zitten in de lengte van je matje. En dan mag je zo afrollen naar je rug. Niks van. Kom liggen op je rug met je voeten plat op de grond. Dus afrollen naar je rug. Even een beetje schuiven, voelen of je genoeg ruimte achter je hebt, voelen of je genoeg ruimte voor je hebt. Misschien naast je ook wel even lekker om te checken. Soms moet je zulke grote bewegingen maken, dan is het lekker als je je armen rondom kunt bewegen en je benen helemaal kunt strekken. Nou, maak je maar eens even helemaal lang, alsof je nog lekker in je bed ligt en jezelf helemaal uit moet rekken. Even flink strekken en dan kun je je vingers in elkaar vlechten en je handpalmen wegdraaien naar de muur achter je. En dan ga je even om en om een been uitschuiven over de grond. Dus begin even met rekken en strekken, om en om een been uitschuiven. Ongelooflijk verstandig om te doen als je een gevoelige rug hebt. Om dat gewoon dagelijks te doen, voordat je uit je bed stapt. Om en om een been strekken. Maak het lang, duw je voet weg, duw je andere voet weg. Rol met je hoofd een beetje mee, dus dan strek je je linkerarm. Is het lekkerder om met je hoofd naar rechts te rollen. Strek je je rechterbeen, rol met je hoofd iets naar links. Dan heb je net een beetje meer ruimte ook aan de rechterkant in je flank. Kom je weer terug met je hoofd in het midden. Kom je arm weer omhoog. En dan zet je weer je voeten achter je billen op de grond. Wieg een beetje met je benen van links naar rechts en rechts naar links. Ik moet even dat geluidskastje een beetje schuiven. Anders bots ik daar steeds tegen. En voel eventjes hoe je kunt slingeren met je benen van links naar rechts. Niet alleen met je benen slinger je. Je wiegt ook een beetje dat bekken. Dus je rolt van je ene heup naar je andere heup. Van je ene bil naar je andere bil. En dan rol je met je hoofd naar links. En dan laat je je knieën naar rechts vallen. Laat je knieën gewoon even hangen naar rechts. Zorg dat je linkerbeen niet op je rechtervoet leunt nog. Wat je straks gaat proberen te doen is je rechtervoet op je linkerbeen te leggen. En daarmee voel je iets meer die stretch aan de voorkant van je linkerbovenbeen. Is het te heftig voor je knieën? Niet je voet op je bovenbeen leggen. Dan blijf je gewoon even zo hangen. Je linkerheup komt omhoog. Je linkerschouder ligt goed en stevig op de grond. Je tilt je rechtervoet op. En dan leg je voorzichtig je rechtervoet op je linkerbovenbeen. En voel maar of dat oké is voor je knie, voor je heup, voor je onderrug. Als je merkt dat het net een beetje te veel is, hou je het gewoon er weer van af. En dan blijf je gewoon nog even liggen. Rustig inademen. Rustig uitademen. Hoofd naar links gerold. Omdat anders misschien je linkerschouder van de grond afgaat. Dus blijf een beetje naar links kijken. Daarmee heb je als voordeel dat je de rechterkant van je hals weer een beetje meestrekt. En de linkerkant nog een klein beetje druk geeft. En door die druk zul je merken dat daar straks een beetje meer ruimte ontstaat. Nog een keer goed inademen. Rustig uitademen. Nog een keer heel goed in. En dan uitademend hou je je rechtervoet van je linkerbeen af. Je duwt je voet op de grond. Je duwt je knieën omhoog. Je schuift je benen even terug. Je rolt met je hoofd weer terug. Voel even het verschil tussen linkerkant en rechterkant in je onderrug, in het bekken. Laat je benen even liggen. Vooral je linkerbeen. En dan trek je rechterbeen naar je borstkas toe. Pak met twee handen je rechterknie vast. Beweeg je rechterbeen naar je toe en van je af. Gewoon een armlengte van je af. Veel verder kan hij niet weg, want je blijft met je handen je been vasthouden. En probeer het rechterbeen uit te ademen, steeds een beetje dichter naar je borstkas te brengen. Niet te veel naar rechts trekken, want blijf zo recht mogelijk liggen met je billen en met je schouders op de grond. Nog twee keer trek dat rechterbeen naar je toe en duw hem weer ietsjes van je af. En de laatste keer trek dat rechterbeen dichter naar je borstkas toe. Dan lift je je hoofd, je schouders van de grond. Je kijkt even naar je linkerbeen, je strekt je linkerbeen in. Dan komt je linkerbeen omhoog en je duwt hem naar beneden. Op en laag, zonder dat je je rug hol laat worden. Door je hoofd op te tillen van de grond kan het voor je hoofd best zwaar of voor je nek best zwaar zijn. Wat je ook mag doen, je vingers achter je hoofd in elkaar vlechten en dan hou dat rechterbeen wel zo dicht mogelijk bij je. Nog vier keer met je linkerbeen op en neer. 4, 3, 2 en 1. Leg je linkerbeen weer neer, hoofd en schouders aan de grond. Blijf dat rechterbeen nu weer naar je toe trekken. Dus vlecht je vingers weer in elkaar op je rechterknie, in je knieholte en cirkel met je rechtervoet. En je knieholte is ook een optie dus. Andere kant op cirkelen, tegengestelde richting. Goed voor je enkel. 3, 2, 1. Dan komt je rechtervoet tot stilstand. Dan zit je rechtervoet weer op de grond. Zit je linkervoet ook op de grond. Beide voeten op de grond. Knieën wat verder uit elkaar, voeten wat verder uit elkaar. Zodat je makkelijker heen en weer kunt schommelen. Zonder dat je benen elkaar raken terwijl ze zo heen en weer wiegen.
Voel hoe je met je benen heen en weer wiegt. Voel hoe je met je bekken heen en weer wiegt. Beweeg een beetje met je onderrug. Je strekt ook die rugspieren. Ook dat maakt weer ruimte om gemakkelijker te kunnen bewegen. En dan laat je je knieën nu naar links zakken. Dus laat je benen naar links zakken. Nog steeds met je rechterknie niet op je linkervoet terechtkomen. Dus schuif je linkervoet dus nooit een beetje verder opzij naar links. Rol met je hoofd naar rechts en voel even hoe je ligt. Ontspan je rechterarm, draai je handpalm open. Je linkerhand kun je neerleggen waar je wil. Misschien wel lekker om op je heup of in je lies te leggen, daar waar je die stretch zo kunt voelen. En terwijl je uitademt, is dus net alsof je je bovenkant of de binnenkant van je rechterbovenbeen ietsjes meer naar de grond wil laten zakken. En daardoor komt je rechterbil ook wel wat verder van de grond. Dat mag, zolang je rechterschouder gewoon blijft liggen. Is het gevoelig daar aan de binnenkant van je rechterknie? Ga dan niet strakjes je linkervoet op je rechterbovenbeen leggen. Is dit voldoende? Is het te gevoelig om in deze houding te blijven liggen? Dan kun je er ook nog een kussen of iets anders erbij pakken en dat onder de binnenkant van je rechterbeen schuiven. Of schuif dan toch je linkerbeen eventjes zo onder je rechterbeen, zodat je rechterbeen iets meer steun heeft en dat hij dan beter kan ontspannen. Lift je linkervoet op, flex je linkervoet, leg je linker enkel op je rechterbovenbeen, een beetje in de buurt van je rechterknie. En voel maar hoe dat ligt. Voel hoe je met je rechterbil nog een beetje meer omhoog komt, los van de grond. Met je linkerheup weer wat meer omlaag zakt. Het bekken ligt dus een beetje scheef. Maar je schouders blijven netjes op de grond liggen. En je hoofd is naar rechts gedraaid, zodat je de linkerkant van je hals een beetje ruimer maakt. De rechterkant van je hals een beetje meer druk geeft. Het is ook lekker om even te liggen met je ogen dicht om te voelen waar zit nou die weerstand. Waar word je tegengehouden? Waarom komt de binnenkant van je rechterbeen niet helemaal op de grond? Nog een keer goed in. Rustig uitademen. Voel hoe je je buik kunt laten zakken in die buikholte als je uitademt. Adem weer in, komt je buik weer een beetje omhoog. Borstkast zet uit. En adem dan uit en dan zet je linkervoet naast je rechtervoet. En dan doe je beide benen weer terug omhoog. Schuif je benen even uit. Rol met je schouders, hoofd weer terug naar het midden. En leg je armen naast je lichaam neer. Voel even het verschil tussen linkerkant en rechterkant. Soms is het effect aan de ene kant wat groter dan aan de andere kant. Laat je rechterbeen lekker liggen op de grond. En trek je linkerbeen naar je toe. Pak met twee handen je linkerbeen vast. Ellebogen smal, schouders laag, borstkas breed. En voel eventjes hoe ver je dat linkerbeen naar je toe kunt trekken. Ellebogen smal, omdat je dan je schouders weghoudt bij je oren. En probeer te voelen of je niet te veel naar links hangt. Want dan kom je ook niet makkelijk omhoog met je bovenrug van de grond. Door je hoofd je schouders op te tillen van de grond kun je makkelijker duwen met dat middengedeelte van je rug tegen de mat. Je kunt je rechtervoet pointen of flexen, maar je rechterbeen gaat op en neer. En soms voel je ook een flinke hamstring stretch aan de achterkant van je rechterbeen. Op en neer. Lift je rechterbeen rustig omhoog en duw hem naar beneden. Alsof je ergens doorheen aan het duwen bent. Op en laag. Nog vier keer omhoog en omlaag. Daar gaat hij. 4, 3, 2. Eventueel dus je handen achter je hoofd als je het fijner vindt. En de laatste keer laat je rechterbeen helemaal zakken naar de grond. Probeer je kuit op de grond te voelen. Door je voet te flexen is het makkelijker om je kuit te voelen. Als je voet gaat pointen, komt je kuit meestal van de grond af. Kijk even naar je linkerbeen. Hou je linkerbeen bij je. Laat je hoofd je schouders zakken. Kin naar je borst, achterkant van je hals lang. En ook cirkel maar weer met je linkervoet. Dat helpt een beetje om die heupbuiger daar aan de linkerkant toch nog weer een beetje meer ruimte te geven. Cirkel ook even de andere kant op. En dan ga je je linkervoet flexen. Je lift weer je hoofd, je schouders van de grond. Je sleept je rechterbeen over de grond naar je rechterbil. Dan draai je je linkerknie naar links, dus je knie wijst naar links. En dan kun je zo mooi je linker enkel op je rechterbovenbeen zetten. Je linkervoet, hou hem geflext. Dat is beter voor je enkel, maar vooral ook veel fijner voor je linkerknie. Anders komt er te veel druk op de binnenkant van je knie. Hou je linkervoet geflext. Nu je rechtervoet op de grond hebt staan, is je rug een beetje hol. Je voelt een beetje meer die ruimte tussen je rug en het matje. Je kunt die ruimte zo laten en dan een beetje heen en weer wiegen met je bekken van links naar rechts. Daardoor accentueer je die glooiing als het ware nog een beetje meer. Je strekt een beetje je buik, je strekt een beetje je taille. Voel eventjes hoe je heen en weer wiegt. Weer de zijkant van je heup een beetje masseert. Maakt het ook makkelijker om die spieren sterker te maken, soepeler te maken.
En dan kom je tot stilstand, weer terug in het midden. Rechtervoet zit op de grond, linkervoet is geflext. Je lift je hoofd, je schouders van de grond. En zodra je dat doet, voel je alweer meer druk van je rug tegen de mat. Duw expres die rug, goed stevig in de mat. Vleg je vingers achter je hals in elkaar. Ga je handen langs je hals omhoog naar je hoofd. Ellebogen niet smal, ellebogen niet super wijd, maar daar precies tussenin. En dan til je je rechtervoet op van de grond. Ga je rechterbeen steeds op en neer bewegen, zonder de hoek van je knie te veranderen. En duw dus met je rechterbeen tegen je linker enkel aan, waardoor je linkerbeen steeds een beetje dichterbij komt. Je kunt mooi door dat gat tussen je benen kijken naar de muur voor je. We doen er nog 6. En 5. 4. Misschien kun je een klein hopje maken met je heup van de grond. 3. 2 en 1. Hou vast. Steek je rechtervoet ietsjes hoger de lucht in. Steek je linkerhand door dat gat onder je linkerkuit. Rechterhand naar de buitenkant van je rechterbovenbeen. Pak even met 2 handen je rechterbovenbeen vast. Duw je linker elleboog een beetje in je linkerbovenbeen. Kijk naar je rechtervoet. En dan laat je langzaam, terwijl je naar je voet blijft kijken, je schouders en je hoofd weer zakken. En dan ook heel zachtjes heen en weer schommelen. Niet te groot, want anders val je om. Voel even hoe je kunt schommelen van links naar rechts en rechts naar links. Mooie stretch voor je linkerbil. En die weerstand probeer je steeds meer los te laten. Adem goed in en rustig uit. Schommel zachtjes heen en weer voor 4, 3, 2 en 1. Dan laat je je rechter onderbeen een heel klein beetje zakken. Blijf duwen met je rechterknie tegen je linker enkel. Lift weer je hoofd, je schouders van de grond. Vleg nog een keer je vingers achter je hals in elkaar. Ellebogen niet te smal, ellebogen niet te wijd, maar daar een beetje tussenin. Dan kom je omhoog en omlaag met je borstkas. Op en laag. Door het midden. Dus kijk even je steeds onder je linkerkuit door. Door dat gat van je benen naar voren. Voor 4. 3. 2. En 1. Hoofd en schouders naar de grond. Zet je rechtervoet op de grond. Hou je handen even achter je hoofd. Als dat lukt, kunnen je ellebogen de grond raken. Dan kun je je handen laten liggen. Raak je ellebogen de grond hier nog niet. Schuif je handen ietsjes hoger, zodat je kunt, je ellebogen kunt laten zakken naar de grond. Zo blijft je bovenarm, je schouderblad meer in contact met de grond. Lukt het niet, leg je armen wat verder van je af. Oké, linkerbeen gaat over dat rechterbeen heen. Helemaal eroverheen. Die binnenkant van je bovenbenen goed bij elkaar knijpen. Schuif je billen ietsjes naar de linkerkant van je matje. Dat is makkelijker als je duwt met je rechtervoet. Kijk naar links en laat je knieën langzaam naar rechts vallen. Weer een twist. Deze twist is wat dieper. Linkerheup komt omhoog, rechterheup komt omlaag. Duw goed met je rechterheup op de grond. Voel hoe je hangt, voel hoe je ademt. Kun je goed je hoofd naar links draaien. En je linkerschouder nog steeds op de grond houden. En probeer ook je linker elleboog op de grond te houden. Dan knijp de binnenkant van je bovenbenen bij elkaar. Misschien dat je je onderbenen ook nog een beetje bij elkaar kunt vlechten. Dat is niet noodzakelijk, maar het kan wel helpen om nog een beetje meer kracht te zetten met die rechterheup. Duw je rechterheupbot stevig omlaag. Dan draai je met je hoofd, alleen met je hoofd, weer terug naar het midden. Je lift je hoofd een stukje van de grond. Je linkerhand dus achter je hals. Langs je hals glijdt hij omhoog naar je hoofd. Je linker elleboog wijst schuin omhoog en je rechterarm gaat naar voren. En met je rechterarm en met je bovenlichaam ga je op en neer. Je arm blijft verder eigenlijk stil, maar omdat je bovenlichaam op en neer beweegt, lijkt het alsof je je arm beweegt. Op en neer. Voor 6, 5, misschien kun je je rechterbovenbeen aantikken over het linkerbeen heen. 3 keer, 2 keer en 1 keer. Hou even vast. We doen hem kort, kort, kort. Korte pulsaties. Haal op en neer voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoofd en schouders terug naar de grond. Rol weer met je hoofd naar links. Leg je armen wat royaler neer. En voel maar hoe zwaar die benen kunnen zakken naar de grond. Soms kom je net een beetje verder. Even zuchten. Draaien. Rechterhand zou je ook nog op de buitenkant van je linkerbovenbeen kunnen leggen als dat lekker is. Zeker doen. Voel je dat het niet zo lekker is. Niet meer doen. Nog een keer goed in. En dan uit. Duw beide benen samen weer terug omhoog. Zet je voeten naast elkaar. Schuif het bekken terug. Schuif je benen uit. Voel weer even wat er is gebeurd in die schuine buikspieren. In je rechterbuikspieren. Maar vooral je dwarsbuikspieren. En het lijkt wel of het ene been misschien wel iets langer is geworden dan het andere been. Je hebt een beetje meer ruimte gemaakt bij je linkerbil. Dus dat geeft ook een beetje het effect van dat die linkerbil, je linkerheup, iets lager ligt. Als je je hoofd optilt en je gaat kijken naar je benen, nou, dan lig je niet zo scheef zoals je voelt dat je ligt.
Leg je hoofd weer terug op de grond. Zet je voeten achter je billen. Schuif met je billen iets naar je voeten. Kun je wat makkelijker je lage rug even plat duwen tegen de grond. Trek je rechterbeen naar je toe. Pak met twee handen je rechterknie vast. Hoofdschouders van de grond. Flex je rechtervoet. Pak je rechter enkel vast en draai je rechterknie naar rechts. En dan zet je je rechter enkel op je linkerbovenbeen met je voet actief. Dus je tenen strak omhoog laten wijzen. Rechterknie wijst naar rechts. Je legt je hoofd weer terug en je voelt dat de glooiing in je rug ook weer terug is gekomen. Wieg zachtjes heen en weer. Blijf duwen met je rechter enkel tegen je linkerbovenbeen. Voel hoe je kunt wiegen, kunt schommelen. Zachtjes van links naar rechts en rechts naar links. Schommel heen en weer. Geen haast. Neem de tijd om even te schommelen. En misschien draait de ene kant wel lekkerder op dan de andere kant. Of merk je dat je met je ene been bovenop verder kunt draaien dan met je andere been. Ook daar is het verschil tussen linkerkant en rechterkant. Van je rug, van je benen, van je heupen. En dan kom je weer terug tot stilstand in het midden. Je lift je hoofd en schouders van de grond, zodat je goed je rug in de mat kunt duwen. Ondersteun je hoofd met je handen. Je mag ook een bal gebruiken als je die in de buurt hebt liggen. Lift je linkervoet van de grond. Steek je linkervoet een beetje meer omhoog, zodat je linker scheenbeen mooi parallel is met het plafond. En dan ga je duwen met je linkerbeen tegen je rechterbeen. Dus je laat je linkervoet zakken en daarna komt je linkerbeen weer terug omhoog. En dan duw je een beetje zo tegen de buitenkant van je rechter enkel aan met je linkerbovenbeen. En misschien dat je een kleine hopje kunt maken met je billen van de grond. Probeer je hoofd, je schouders zo stil mogelijk te houden. 4 keer op en neer nog. Daar komt ie. 4, 3, 2 en 1. Steek je linkerbeen wat meer in de lucht. Steek je rechterhand door dat gat onder je rechterkuit. Linkerhand aan de buitenkant van je linkerbeen. En achter je linkerbovenbeen. Vleg je vingers in elkaar. Je kunt je handen laten zakken. Je kunt je handen wat meer omhoog brengen naar je knieholte. Maar het blijft de achterkant van je bovenbeen. Je rechter elleboog een beetje meer in je rechterbovenbeen duwen. Schouders, hoofd laten zakken. Kijk naar je linkervoet. En wieg ook hier weer zachtjes heen en weer. Zodat je een beetje meer die stretch voelt aan de buitenkant van je rechterbil. Voel wat je doet. Zijn je armen te lang? Dan kun je ook je pols vastpakken. Zijn je armen voor je gevoel een beetje te kort? Laat je handen wat meer zakken naar je bil. Dan maak je het iets makkelijker. Dan zakken die armen wat een beetje meer. Je kunt ook een band pakken als je merkt dat het heel stijf is, die buitenkant van je rechterheup. Dan pak je een sjaal vast of zo en die sla je om de achterkant van je been. Dan kun je toch nog een beetje trekken voor je gevoel aan dat linkerbeen. Kom rustig weer terug tot stilstand in het midden. Voel hoe je kunt duwen met je rug voordat je je hoofd optilt. Duw je rug omlaag, lift je hoofd van de grond. Vlecht achter je hals, je vingers in elkaar. Ellebogen wijzen daar naar de rand waar het plafond en de muur bij elkaar komen. En je komt omhoog en omlaag met je bovenlichaam zonder de stand van je ellebogen te veranderen. Zonder de stand van je benen te veranderen. Op en laag. 8 keer omhoog, daar gaat hij. 8, 7, 6, niet trekken aan je hoofd. 5, 4, rugje in de mat duwen. 2,5, 2... En 1, hou even vast voor 4, 3, 2, 1. Hoofd en schouders terug naar de mat. Ellebogen, hoe komen ze te liggen op de grond? Leg ze neer op de mat. Zet je linkervoet op de grond. Laat ze rustig zakken. Glooiing in je rug komt weer een beetje terug. Je kunt het bekken een beetje kantelen als je dat lekkerder vindt. Sla je rechterbeen over het linkerbeen heen. Schommel even met je rechterbeen een beetje. Zo knijp je makkelijker de binnenkant van je bovenbenen bij elkaar. Kun je je ellebogen voelen op de grond. Kun je je schouders goed voelen op de grond. Duw met je linkervoet op de mat, zodat je je billen op kunt tillen en naar rechts kunt schuiven. Kijk naar rechts en laat je knieën langzaam naar links vallen. En als het gaat, haak je je voeten langzaam maar zeker ook nog bij elkaar. En voel even hoe je hangt. De ene kant dus van je rug, misschien wat soepeler dan de andere kant van je rug. Niks om je zorgen over te maken, helemaal prima. Rustig in en rustig uitademen. Je zult merken dat je met je linkerheup heel goed kunt duwen op de grond. Niet of nauwelijks met je rechterheup. Als het goed is, is die van de grond afgedraaid. Probeer wel je rechterschouder op de grond te houden. Door naar rechts te kijken maak je dat makkelijker. Voel hoe je linker bovenbeen, heup zakt naar de grond. En je rechterhand heeft je hoofd vast. En dan draai je je hoofd terug naar het midden toe. En dan lift je je hoofd, je schouders van de grond. En dan strek je linkerarm weer naar voren voor je schuine buikspieren. Kom omhoog en omlaag. Op en laag. Op en laag.
Zes keer omhoog nog. Komt-ie. Zes. Adem uit. En vijf. Vier. Drie. Twee. En één. Ook hier weer die pulserende beweging. Dus het is een korte beweging met je schouders van de grond. Op, 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 op. Kom op. Knijp de binnenkant van je benen goed tegen elkaar. Duw die linkerkant van je heup stevig in de mat. Voor vier, drie, twee, één. Hoofd en schouders aan de grond. Kijk wel weer naar rechts. Laat je benen nog een beetje verder opzij zakken naar links. Eventueel je linkerhand nog op de buitenkant van je rechterbovenbeen. En je rechterarm mag je veel verder van je afschuiven. Zodat je rechterbovenarm, elleboog, makkelijker gedragen kunnen worden door de grond. Voel hoe je bent gedraaid met dat bekken. Nog een keer goed inademen. Rustig uitademen. Adem nog een keertje goed in. En dan uitademen. Duw je beide benen weer samen terug omhoog. Zet je voeten weer naast elkaar. Schuif het bekken terug naar het midden. Schuif je benen even uit over de grond. Voel hoe je je armen kunt strekken. Naast je lichaam neer kunt leggen. En rol zachtjes met je hoofd in en weer. Schouders weg bij je oren. Door je handen naar je voeten te schuiven. Is er meer ruimte voor je hals. Dus ook meer ruimte om in te kunnen bewegen. Makkelijker te bewegen. Kom weer terug met je hoofd tot stilstand in het midden. En dan zet je je voeten achter je billen weer op de grond. Schuif met je billen naar je voeten. Schuif met je voeten naar je billen. Kantel dat bekken, lage rug plat. Hou die knieën parallel. Lift je heupen een stukje van de grond. Laat je armen liggen. En voel hoe je heupen omhoog kunt duwen zonder dat je ribben omhoog komen. Til even je hoofd van de grond om te kijken of je je knieën netjes parallel hebt. Maar ook om te zien of je heupen mooi recht zijn. Parallel zijn het plafond niet scheef. Niet de ene heup hoger dan de andere. En je ribben zakken makkelijker als je hoofd optilt. Leg je hoofd zachtjes neer. Een voordeel van je hoofd op kunnen tillen is dat je dus weet dat je niet hoeft te duwen met je hoofd. Duw maar met je schouders. Duw eventueel met je armen. En duw heel stevig met je voeten. Om en om een been. Schuin naar voren. Strek je been. Schuin naar voren. Alsof je de knop van het stoplicht in wil drukken of zo. Op je lichtfiets. Adem goed in en uit. Voel hoe je been kunt strekken. Duw je voet naar voren. En echt even indrukken. Dat betekent dat je die spieren dus aanspant. Probeer die knieën naast elkaar te brengen op dezelfde hoogte. Doe nog vier keer met je linkerbeen. Komt-ie. Vier keer links. En ook vier keer rechts. Laatste drie. Voet heel stevig terugzetten. Zodat je je andere been kunt strekken. Laatste twee. En de laatste keer bij het ene been. En de laatste keer bij het andere been. Zet je voeten stevig op de grond. Duw je heupen omhoog. Armen komen omhoog. Duimen wijzen naar achter. Pinken wijzen naar voren. Schouders duw je extra stevig op de grond. Lift weer even je hoofd van de grond. Om te voelen dat je echt kunt duwen met je schouders. Niet hoeft te duwen met je hoofd. Leg je je hoofd weer neer. Ga je armen naar achter. En uit rustig naar voren. En iedere keer dat je armen naar achter gaan, kun je proberen je heupen net een beetje hoger op te tillen. En als je uitademt, duw die voeten steviger in de grond. Niet alleen het midden van je hiel, maar ook het midden van je grote tenen. Duw ze stevig in de matje. Op naar achter. En uit naar voren. Instrekken. En uit naar voren. Nog twee keer die armen. Rustig naar achter. Hele lengte van die inademing gebruiken. Uit. Naar voren duwen. En de laatste keer. Kom je armen weer terug omhoog. Hou die armen omhoog. Rechterhand gaat naar je linkerbeen. Duw met je rechterhand tegen je linkerknie. Duw met je linkerhand tegen je rechterbeen. Om en om een knie naar je hand. Hand naar je knie. Knie naar je hand. Duwen met je voet. Duwen met je voet die je terugzet. Maar ook duwen met je hand tegen je knie. En met je knie tegen je hand. Dus zoek de kracht op. Voel dat samentrekken in je buik. Nog net een beetje fanatieker. Op en laag. Op en laag. Probeer het bekken niet te veel te laten zakken. Hou je heupen hoog. Vier keer met je ene hand tegen je ene been. Vier keer met je andere hand tegen je andere been. Daar gaat hij. Vier. En duwen. Laatste drie. Echt duwen, hè? Kom op. Duwen. Laatste twee. En de laatste keer, hou even vast bij het ene been. Hou vast voor vier. Blijf duwen. Drie, twee, één. Zet terug. Laatste keer bij het andere been. Hou vast. Duwen, duwen, duwen. Voor vier. Drie, twee, één. Zet terug. Kom op je tenen staan. Open je armen opzij. Wijd. Tik je de grond aan met je armen en uit omhoog. Hou die knieën parallel. Knijp ze steeds een beetje dichter bij elkaar. Knijp je billen bij elkaar. In armen openen. Uit omhoog.
3 keer lang. En omhoog. 2 keer lang die armen. En omhoog. En de laatste keer leg je armen zo weer even wijd neer. Ontspan je armen. Knijp je knieën bij elkaar. En probeer te voelen dat je heel langzaam, wervel voor wervel, je rug terug kunt rollen naar de grond. Rol je rug terug naar de grond. Laat hem zakken. Laat je heupen zakken. Zet je voeten plat op de grond. Zucht even. Kreun even. Rol met je hoofd van links naar rechts en rechts naar links. En dan rol je naar je zij. En via je zij duw je jezelf omhoog tot zit. Yes. Kom weer even zitten. Weer. Alsof je al gezeten hebt. Wieg een beetje met je bekken heen en weer. Van links naar rechts en rechts naar links. Zorg dat je linkerbeen voor ligt. Dus til je linkerbeen even op. Leg die voor. Til je rechterbeen op. Zet je rechtervoet op de grond. Schuif je rechterbeen naar achter. Je rechtervoet ligt op de achterrand van het matje. Je linkervoet ligt aan de voorkant van je matje. Armen gaan opzij omhoog. Maak het lang. Pak je linkerpols even vast. Als je linkerbeen voor ligt, pak je linkerpols vast. Trek je linkerarm langer en leun even opzij naar rechts. Adem je uit. In kom je omhoog. Strek je rechterarm omhoog. Zet je linkerhand naast je op de grond. Schuif met je linker elleboog naar de grond en strek die rechterkant. Adem uit. En dan komt hij weer omhoog. Pak je linkerpols vast. En strek opzij. In omhoog. Linkerhand naar de grond. Rechterarm extra ver over het plafond opzij naar links. In weer terug omhoog. Pak je linkerpols vast. En trek je linkerarm nog één keer helemaal opzij naar rechts. Kom je weer terug omhoog. En nog één keer met die linkerarm naar de grond. Schuif je linkerarm over de grond en strek die rechterkant. Kijk even naar je linkerhand. En probeer dan met je rechterhand in lijn van je linkerhand de grond aan te tikken. Komt je rechterarm weer omhoog, omhoog, omhoog. En dan wissel je van been. Andere been voor, andere been achter. Het is niet zo ingewikkeld. Rechtervoet naar voren, linkervoet naar achter. Armen gaan opzij omhoog. Pak je nu je rechterpols vast. Trek aan je rechterarm. Maak hem lang en trek je rechterarm over naar links. Adem uit. Kom je in weer terug omhoog. Gaat je rechterhand naar de grond. Schuif je linkerarm zo ver mogelijk in de lucht opzij. Hou hem lang. Ga niet je linkerarm buigen. Strekken, strekken, strekken. Kijk even naar links. Omhoog. En dan kom je weer terug omhoog. Pak je rechterpols weer vast. Yes. En trek je rechterarm opzij. Ruimte maken in je bovenlichaam. In weer terug omhoog. Rechterarm over de grond opzij. Strekken van je linkerarm. Rijken, strekken, kijken. En dan kom je weer in, weer terug omhoog. En de laatste keer dat je je rechterpols vastpakt, trek je rechterarm omhoog de lucht in. Zodat je goed op je rechterbil moet zitten, die rechterkant extra lang kunt maken. Adem uit, leun je een beetje verder opzij naar links, maar je kijkt naar rechts. Kom je weer terug omhoog. Zet je nog één keer je rechterhand op de grond. Schuif hem opzij. Strek je linkerarm. En kijk even naar je rechterhand die in lijn ligt met je rechterschouder, met je rechter elleboog. En dan probeer je met je linkerhand even boven je rechterhand je linkervingers naar de grond te brengen. Dus je kijkt naar je rechterhand op het matje. En dan komt hij weer in omhoog, 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 omhoog. En laat zakken. Beide armen omhoog. Handen plat tegen elkaar. Door het midden naar je borstkas. Slinger dat linkerbeen naar voren. Kom even zitten op beide billen. Wieg nog even heen en weer. Zodat je goed kunt voelen dat je twee billen hebt. Armen gaan opzij omhoog. Adem heel veel positieve energie in. Adem rustig uit. Adem nog een keer heel veel positieve energie in. Die is voor jou om uit te delen aan de mensen die je lief hebt. Bedankt jezelf voor je inzet. Fijn dat je er was. Leuk dat je meedeed. Ik hoop dat je het lekker vond. Een beetje draaien en een beetje strekken. En dat je merkt dat je lichaam makkelijker beweegt vandaag en morgen. Tot volgende keer.